Wij publiceerden gisteren een artikel over de gaswinning en de olieboringen in Woerden. Wat was jouw eerste indruk, de samenvatting van de brief die we hebben gepubliceerd? Nou, mijn eerste reactie was, dat ze er een jaar over hebben gedaan om zo'n antwoord te formuleren met dingen die we eigenlijk al lang wisten. Jij belde mij erop en je zei van ja, maar het zit toch iets anders. Hoe anders zit het volgens jou? Nou, het zit in ieder geval iets anders dat er wordt gezegd dat er geen vooroverleg is of iets dergelijks. We weten natuurlijk in 2014 heeft Vermeulen gezegd dat ze aan de slag zouden gaan. Dus er moet in die periode zeker iets van vooroverleg zijn geweest. Wat ze waarschijnlijk bedoelen is dat er in de laatste periode niet opnieuw contact geweest is met het ministerie. Nou, dat zou kunnen, want degene waar het bedrijf uiteindelijk de investering mee doet, dat is een 100% eigendom van het ministerie. Dat is een bedrijf dat heet EBN. En dat is degene waar ze uiteindelijk zaken mee moeten gaan doen. En dat is ook het bedrijf wat uiteindelijk de winst voor het ministerie gaat afromen. Dus het kan best zijn dat er nog helemaal geen vergunningsaanvraag of vooroverleg bij het ministerie geweest is. Maar zeg je daarmee dat die brief van het ministerie te rooskleurig is? Nou, die doet inderdaad voorkomen alsof er niks aan de gang is. En dat is natuurlijk helemaal niet waar. Want we weten uit alle bewegingen, ook van de websites van Vermeulen zelf, dat ze in 2017 een investeringsbeslissing wilden gaan nemen. Inmiddels is dat gedeelte van de website offline gehaald. Maar Vermeulen is wel zeker aan het broeden van wanneer kunnen we in Woerden aan de slag en hoe gaan we dat doen. Ze hebben die vergunning en ze hebben dat olieveld in Woerden niet gekocht om er een hondenuitlaatveldje van te maken. Maar je kan ook zeggen, ja, er is nu zoveel stampij in Nederland rondom Groningen. Er moeten zoveel vergunningen aangevraagd worden. Er moeten ook onderzoeken gedaan worden naar het gebied milieu en de effecten op mensen, dieren en de woningen. Dit gaat nog wel jaren duren. Nou, dat zou een interpretatie kunnen zijn die het ministerie eraan geeft. We weten ook uit ervaring van andere delen van het land dat het ook veel sneller kan. Omdat veel van dat soort onderzoeken kunnen een hele korte tijd afgerond worden. En als de vergunning er echt doorheen geperst moet worden, kan het veel sneller gaan. Ik ben het met ze eens, het zal niet binnen een jaar gaan gebeuren. Maar uiteindelijk is het voor Woerden zo dat we het helemaal niet willen. Dus niet over een jaar, niet over 2 jaar, niet over 4 jaar, niet over 10 jaar. Nu hebben we de discussie omdat Vermeulen vrij recent natuurlijk heeft gezegd dat ze het wilden gaan doen. En dan is het ook nu de tijd om tegen Vermeulen te zeggen, nou, het gaat wat ons betreft helemaal niet gebeuren. Er zit nu een minister die gelukkig bereid is om aan te pakken. Dat heeft hij laten zien in Groningen, waarin nu door die zware beving toch het een en ander in beweging is. Dus wij willen dit momentum natuurlijk ook gebruiken om de minister te overtuigen dat het in Woerden een onzinnige zaak is, gewoon een belachelijk plan. Dus u zegt er is wel degelijk gewoon een, het is heel reëel dat het daadwerkelijk wel geboord gaat worden. Nou, als je die brief dus zo leest, als je hem dus met een andere bril leest, dan staat er dat het in principe nog steeds kan gaan gebeuren. En dat de vergunning er tot 2031 nog steeds is. Dus dat het voor die tijd toch ergens een keer zal gaan gebeuren. Want als je namelijk anders leest, er staat nergens in de brief, het gaat niet gebeuren. Dus de stelling die we natuurlijk vanuit Woerden hebben, is dat we het helemaal niet willen. En dat is ook wat we eigenlijk willen uitdragen. Dus dan zou je als minister dat ook moeten zeggen. En dat hebben we nog niet gehoord. Is dit niet een beetje bangmakerij van u vlak voor de verkiezingen? Er ligt een brief van de minister, wat ik als journalist een hele betrouwbare bron zie uiteraard. En een hele betrouwbare omschrijving. Mm-hmm. Er wordt ook als gemeenteraad dit woord daar geïnformeerd. En nu zegt u van ik heb gehoord van als je de brief anders leest, interpreteert. Misschien ook weer heel goed voor de verkiezingen. Stampij maken met de angst uit Groningen en dit uitvergroten. Ja, nou er zijn nu verkiezingen. Maar we zijn natuurlijk met dit dossier al 3, bijna 4 jaar nu bezig. Dus eigenlijk hadden we dat natuurlijk veel eerder liever willen afronden. Toevallig is het verhaal met het ziekenhuis nu ook net rond deze periode weer in een stroomversnelling gekomen. Dat soort dingen gebeuren, eenmaal vlak voor verkiezingen. Het is onze bedoeling helemaal niet om mensen de stuip op het lijf te jagen. Maar er zijn nu gewoon ontwikkelingen. We zijn bezig met de ombudsman. Deze week komt er ook weer een brief. We gaan een brief sturen naar Den Haag vanuit de gemeente Woerden. Dus er zijn gewoon al 3, 4 jaar zijn er ontwikkelingen. En dat rond deze periode is, ik verwacht dat het na de verkiezingen net zo hard zal doorgaan. Omdat deze minister en dit kabinet nu een besluit moet gaan nemen. Wat willen we met Woerden gaan doen? Nou, daar zijn we mee bezig. En in de tussentijd loopt er ook nog een WOP-verzoek. Waarin we de informatie die het ministerie heeft naar Woerden willen halen. Want ze zijn er best wel heel gesloten in. En uiteindelijk hebben we nog helemaal niets gekregen over Vermeulen. En dat is ook opvallend. Omdat het lijkt net alsof Vermeulen bij het ministerie nog nooit iets over Woerden heeft gezegd. En dat is ook niet waar, want uit alle berichten die we kennen van het ministerie weten we dat er ook wel degelijk overleggen zijn geweest.
Anders had Vermeulen in 2014 nooit gezegd, we gaan bij Woerden boren. Want u zegt een WOP-verzoek. Wie heeft dat WOP-verzoek gedaan en wat zoekt u voor informatie? Nou, ik heb het WOP-verzoek gedaan als particulier. Dat doe ik natuurlijk niet namens mezelf, maar dat doe ik namens de actiegroep Laat Woerden Niet Zakken. En wat we met die informatie willen doen, is dat we de informatie die in Den Haag aanwezig is, ook in Woerden willen hebben. Want wat we merken, is dat ze in Den Haag andere informatie of meer informatie hebben die in Woerden niet beschikbaar is. Dus ons dossier moet hetzelfde zijn als het dossier wat men in Den Haag heeft. Nou, bijvoorbeeld informatie over wat hebben ze destijds gevonden met de proefboring. Wat zijn de afspraken die tussen de commerciële eigenaar en de overheid zijn gemaakt. Wat is het type overleggen wat het de laatste periode geweest is. En dat soort informatie hebben we tot op heden nog niet boven water. We hebben wel heel veel informatie van de periode van 1970 tot ongeveer 2009 hebben we wel boven water. Dat was overigens ook best interessant. Maar het is wat zwaar gedateerd. Dus het gaat ons met name nu over de periode in 2009 en verder. Een van de dingen waar we bijvoorbeeld ook nog niet achter zijn gekomen, dat is dat in de krant, de Woerdense krant destijds, de voorpagina in 1992 uit mijn hoofd, zei de NAM, die toen eigenaar was, dat de bodemdaling beperkt zou zijn tot een centimeter of 5. En wat je dus nu leest, is dat Vermeulen aangeeft dat de bodemdaling verwaarloosbaar zou zijn. Nou, dat zijn al twee van die feiten die dus in de krant destijds werden gesteld door de NAM en nu door Vermeulen in hun winningsplan. Ja, dat je dan zegt, waar komt dat verschil dan vandaan? Waar zijn dan die rapporten? Nou, die hebben we nog nooit gehad. Dat is een van de redenen waarom we zo'n WOP-verzoek doen. Om dat soort informatie te krijgen, zodat als we met hun in debat zijn, dat je gewoon die verschillen kunt uitlichten. In plaats van dat je met je rug tegen de muur staat, omdat ja, zij een onderzoek hebben laten doen. U zit diep in de materie. Kunt u het verschil maken? Het verschil maken tussen? Nou ja, u bent geen partij in deze. U bent de gemeenteraad. Ja. Maar er wordt feitelijk niet in deze gemeente geboord. Het is een besluit dat op bedrijfsniveau plaatsvindt, waar, zoals nu uit de brief nu duidelijk wordt, nog wel vergunningen voor nodig zijn vanuit de ministeries. En dat is allemaal op landelijk niveau. De Kamer gaat in grote lijnen ook over de boringen, zeker niet de lokale politiek. En dan zeker niet in de gemeente Woerden, waar feitelijk niet geboord wordt, maar er wordt ernaast geboord. Kunt u het verschil maken? Ja, nou wat je net aangeeft is niet helemaal waar, want het is op de basis van de mijnbouwwet die recentelijk is aangepast door de Tweede Kamer, hebben gemeentes, provincie, waterschappen, hebben wel degelijk invloed en kunnen dus advies uitbrengen of bezwaar aantekenen. En daar hebben we... verschil daarmee maken? Ik denk het wel, omdat je in ieder geval kunt laten zien dat je vanuit die bestuurlijke lagen, waarin ook bestuurders en politici en bestuurders zitten vanuit verschillende politieke partijen die ook in de Tweede Kamer zitten, dat die laten weten dat het voor hun inwoners, dat zijn dus dezelfde inwoners die ze allemaal vertegenwoordigen, dat we dat niet willen. En ik denk dat dat wel een groot verschil maakt, ondanks dat je er dus niet over kunt besluiten. Maar je kunt wel van tevoren laten weten, hier niet. Uiteindelijk hopen we natuurlijk op dat een Tweede Kamer daarin dus ook overstag kan gaan, als een minister het alsnog wil, of dat de minister tot inzicht komt en zegt, ja, ik heb nu een waterschap, ik heb een paar provincies, ik heb een rij gemeentes, die zien het allemaal niet zitten. Ja, is dit nou wel zo'n wijs besluit om zoiets toch te laten doorgaan, terwijl we met z'n allen over willen gaan op duurzame energie? Nou, ik hoop dat ze uiteindelijk, als het punt zover komt dat het Vermeulen een vergunningsaanvraag gaat doen, dat die dan dus terzijde wordt gelegd. U zit diep in de materie. Even helemaal naar Woerden trekken. We zitten vlak voor de verkiezingen. We lezen nu eigenlijk in de brief van ja, er is nog geen concrete aanvraag. Als die er komt, dan waarschuwen we de gemeente. In deze verkiezingstijd zijn er een aantal partijen, ook uw partij, Sterk Woerden, maar ook bijvoorbeeld de SP, die fel aggregeren tegen die boringen. Je kan ook, is het reëel om te zeggen van ja, je hoeft er nu even geen aandacht voor te hebben in deze tijd, want ja, op korte termijn gebeurt er toch niks. Misschien wordt het over 4 jaar pas actueel. Is het roepen nu niet een bijna populistisch? Want ja, het verschil kan wel, ja, je kan agenderen misschien, een advies uitgeven, maar controle heb je er niet over. Ja, nou kijk, op zich is er helemaal niet zoveel meer mis met populisme. Want populisme is in de kern natuurlijk gewoon het stemmen van het volk en het geluid wat uit de samenleving komt vertegenwoordigen. En dat is een van onze rollen als gemeenteraad, hè, volksvertegenwoordigende rol. En dat dit nu in de verkiezingstijd speelt en dat meerdere partijen daarop actief zijn,
dat is een goede zaak en daar ben ik heel blij mee. Sterker nog, de hele gemeenteraad Woerden is hier unaniem in. Dus eigenlijk in de verkiezingen zou je kunnen zeggen, het is niet een thema waarop je nou verschillend kunt stemmen. Als je Woerden nu langs de politieke partijen gaat, is er niet eentje die zegt, nee hoor, doe maar. Maar waarin de verschillen in de politieke partijen wel zitten, is de mate waarin ze er iets mee doen of iets minder mee doen. Nou, sommige partijen hebben in landelijke sferen natuurlijk enorme betrokkenheid. Dat hebben we gezien door moties die zijn ingediend. En andere partijen die zijn op landelijk niveau, trekken ze zich daar wat minder van aan, omdat ze misschien regeringsverantwoordelijkheid hebben of omdat het in de partij wat minder leeft of nou, als het veilig kan, dan mag het wel. Dat zijn een beetje de stromingen die er landelijk zijn. Maar op lokaal niveau, ja, ik denk dat het in de verkiezingen mensen of zeggen van nou, die partij die past het beste bij mij en ik ben blij dat ze er wat actiever in zijn. Nou, dat zou een stemoverweging kunnen zijn. Maar uiteindelijk zijn alle partijen in Woerden verklaard tegenstander. Dus ik denk niet zozeer populisme, maar ik denk dat het vooral een zaak is van, het gaat ons aan het hart. Onze inwoners die zijn er boos om dat dit soort plannen ooit bedacht zijn. Dus ik hoop dat onze inwoners dat waarderen wat wij ervoor doen. Wat de SP ervoor doet en wat andere partijen ervoor doen die misschien een wethouder nu hebben, die daar ook hard aan werkt of een wethouder gehad hebben. En dat is denk ik wat het in de verkiezingen voor verschil zou kunnen maken. Even terug naar die brief. Die brief komt ook binnenkort in de gemeenteraad en dan gaat de politiek zich een mening daarover vormen. Op de basis van informatie die u nu heeft, wat zou volgens u een reactie vanuit Woerden of moeten zijn op deze brief? Nou, die reactie ligt al klaar. Er zijn twee dingen die nog spelen. Eén is dat de ombudsman is in Woerden geweest. Die heeft in zijn kennismakingsgesprek met de minister aangegeven dat de minister het gesprek met de gemeente Woerden vooral niet uit de weg moet gaan. Die brief die zal vandaag of morgen zal die wel verstuurd worden. Met als afstand een nationale ombudsman. En daar wordt dus aan de minister aangegeven van, zorg nou dat je dat gesprek openhoudt met Woerden. Omdat wij merken, die brief heeft een jaar lang heeft hij op zich laten wachten, dat in het laatste jaar er vanuit het ministerie over dit dossier elke keer wordt verwezen naar Vermilion. Van ja, maar we hebben nog helemaal geen vergunningsaanvraag, dus niks aan de hand. Nou, dat is dus een beetje het patroon. Iedereen wijst naar iedereen en in de tussentijd, we weten niet precies wat er gebeurt. Het antwoord op die brief naar de minister, de uitnodiging voor het gesprek en de redenen waarom wij dit doen, dat is een brief die klaar ligt en die namens het college en de gemeenteraad en de inwoners van Woerden verstuurd zal worden. Dat is de opening voor het gesprek. En dat zou het antwoord moeten zijn op deze brief. Dat we zien dat er dus van alles bij het ministerie ook over dit onderwerp wordt gesproken. Maar kom maar eens naar Woerden en laten we het maar eens over hebben. En wat verwacht u dan in dat gesprek? Want u zegt net stellig van de brief is misschien wat rooskleurig. Je moet er op een andere manier naar kijken. Dat kan dan een pittig gesprek worden. Zeker, ja. En ik hoop dat de minister ook bereid is om dat gesprek zelf te voeren. Omdat we dan volkomen helder kunnen maken wat Woerden doet om aardgasvrij te zijn. Om van de fossiele energie af te gaan. En dat doen we dus ook omdat we zien dat boringen op Woerden of op andere locaties tot enorme schade en onrust kunnen leiden. En dat we daarom dat dus niet willen. En dat we dus wel werken aan enorme hoeveelheid zonnepanelen of andere vormen van duurzame energie. Waardoor Woerden in de top 5 van de gemeenten staan in de provincie waar de meeste zonne-energie wordt opgewekt. Nou, dat zijn dingen die we kunnen laten zien. Dat we een wijk hebben die we als eerste van het aardgas af willen hebben. Dus we moeten vooral laten zien dat we toch echt aan de toekomst denken. En dat we niet alleen nee zeggen. Want ja, nee zeggen is makkelijk. Maar uiteindelijk snap ik wel waar die minister voor zit. Die zit ervoor dat wij onze lampen aan kunnen doen. Dat we onze huizen warm kunnen houden. En dat willen wij allemaal. Dus laten we dan ook als gemeente Woerden en andere gemeentes zorgen dat we laten zien dat het hele gas niet nodig is. Dat is uiteindelijk onze hoofddoelstelling. En daarom zit ik ook in de gemeenteraad en zitten andere partijen in de gemeenteraad om dit soort problemen op te lossen. Dank u wel. Alsjeblieft.